Welkom aan boord van de familietentoonstelling Beesten aan boord in het Maritiem Museum Rotterdam. We zijn hier in de menagerie, dat is het eerste thema van de tentoonstelling. En de menagerie, dat is eigenlijk een privé dierentuin voor rijke koningen en prinsen. En die verzamelden daarin allerlei exotische dieren die ze door zeelieden van over heel de wereld mee naar Europa lieten nemen. En die, zoals je hier ziet, die stelden ze dan tentoon in een soort rariteitenkabinet. Een mooi voorbeeld van een bijzonder beest aan boord is vrouwtjesolifant Duanita van Diergaarde Blijdorp. Zij werd gevonden door een douaneambtenaar in een container van een Oost-Duits schip. Daar werd zij dus helemaal verwaarloosd aangetroffen en ze had zelfs ook geen juiste papieren bij zich. En vandaar dat zij eraf is gehaald en tijdelijk ondergebracht is bij Diergaarde Blijdorp. Daar woont zij inmiddels nog steeds en ze heeft in de tussentijd zelfs 3 jongen ook gekregen. En hier in de tentoonstelling hebben we dus een schitterend model van haar staan, nog als 2-jarig jong olifantje. Zoals de exotische dieren naar Europa kwamen, gingen andersom ook de Europese dieren als koeien, geiten en paarden de hele wereld over. Wat eigenlijk bijna niemand weet is dat er vroeger in Amerika eigenlijk helemaal geen paarden, koeien, cowboys voorkwamen. Want die zijn daar terechtgekomen in de tijd van Columbus. Die had in zijn kielzog dus allemaal dat soort dieren mee. En die zijn dus dankzij hem in Amerika terechtgekomen. Dus het hele Texas cowboy gebeuren is eigenlijk oorspronkelijk vanuit Spanje en is dus pas later in Amerika terechtgekomen. Maar ook onbewust verspreiden zich miljoenen dieren over de wereld. Aan de binnen- en buitenkant van een schip krioelt het van de beestjes als ratten, kakkerlakken en kreeftjes. Een leuk voorbeeld is de Chinese wolhandkrab. Die is dus via het ballastwater vanuit China naar Nederland gekomen. En die heeft hier alle die lokale diersoorten weten te verdrijven. En het leuke is eigenlijk dat hij dus ook nog een lekkernij is in China. Dus dat hij hier weer gevangen wordt en als diepgevroren voedsel weer terug gaat naar China. De tentoonstelling Beesten aan boord is op een speelse manier opgezet. Met allerlei spelletjes voor de kinderen en opdrachten waarmee ze stempels kunnen verdienen. Ja, dan moet je op het knopje drukken en de lepel op de pan doen. En dan als hij fout is, dan laat hij een boer. En als hij goed is, dan geeft hij licht. Gaat het een beetje goed? Ja. En bij 5 zit een rat. En bij 6 zit een vogeltje. Volgens mij deed je ook wel een beetje spieken, of niet? En tot slot kun je aan het eind van de tentoonstelling testen hoe zeewaardig je eigen huisdier is. Dus hier hebben we bijvoorbeeld een koffer voor de kat. Nou ja, je ziet het, ook een kat mag mee aan boord, ondanks dat hij wel een klein beetje zeeziek kan worden. En dit zijn de dingetjes die je dan voor hem mee moet nemen.